Earth Hour voor bewustwording aarde. Matthai praat over klimaatsverandering. En Cindy heeft begeleiding nodig. Goedenavond allemaal. Niet alleen in Suriname, maar in 172 landen en meer dan 7000 steden in de wereld werd Earth Hour gevierd. Bekende gebouwen in de wereld deden ook het licht uit. Zoals het Vrijheidsbeeld in New York, de Eiffeltoren in Parijs en het Presidentieel Paleis in Paramaribo. Maar eerst ging de Giant Earth Ball op de boot met padvinders van Kommerwijnen naar de waterkant. Onder leiding van de Brass Band werd de Wereldbal met een loop door de stad naar het Onafhankelijkheidsplein gebracht. Op het plein was er van alles te doen. Enver was de presentator en hield iedereen goed bezig. Kinderen konden iets moois printen met een 3D-printer. En ze konden hun eigen lampje maken. We hebben met een fles en met een stof en lijm geplakt en dan een fles en een lampje vastmaken en een fles zetten. Met Earth Hour wordt er aandacht gevraagd voor onze aarde, want daar kunnen we best een beetje beter voor zorgen. Omdat ons aarde ons huis is en als wij niet goed voor zorgen, dan kunnen we hiermee niet meer lang wonen. Ik vind het niet leuk, want anders kunnen wij mensen ziek raken. Omdat bepaalde mensen, de auto's ook, ze vervuilen de lucht. En daar kan de lucht vervuild worden. Als je wakker wordt, dan moet je je ventilator uitmaken. Alle prullen in de ton zetten. Licht uitmaken. Wanneer je gaat baden en wanneer je in gaat siepen, moet je je douche dicht draaien. En om 8:30 was het eenmaal zover. Alle lichten gingen uit. Een donker onafhankelijkheidsplein met kaarsjes en lichtjes. Het plein werd versierd door alle mooie lampjes en er waren optredens van dansgroep Led Lights en vuurdansers. Let er dus goed op dat je altijd je lichten uitdoet als je uit huis gaat. En dat je netjes je rommel in de prullenbak gooit. De organisatie hoopt dat de mensen bewuster worden met hetgeen dat ze met de aarde doen. Wil je dat het beter gaat met de aarde? Dan moet je bij jezelf beginnen. Matthai praat met een groep kinderen over de gevolgen van klimaatsverandering en wat wij eraan kunnen doen. Kom binnen. Ik ben Matthai. Dylan Cornar. Kaya. Myron. Isai. Ik ben Shaniqua. Amber. Osiris. Ik ben Kena en veel mensen noemen me Buggy. Wat wil je later worden? Ik wil later gynaecoloog worden. Minister van Onderwijs. Kunstenaar. Chirurg en piloot. Ik twijfel een beetje. Ik wil graag kok worden. Kom. En wat wil jij worden, Bobby? Politie. Later wil ik de president worden. Waarom wil jij de president van Suriname worden? Ja, dan kan ik al de prijzen even verlagen, want je weet, als iedereen weet, alles is verhoogd. Ik hou van koken. Ik help mijn moeder ook in de keuken. Als ze ziek is, maak ik zelf ook wat eten voor ze klaar soms. Omdat ik 4 jaar lang veel geld kan verdienen. Waarom wil jij gynaecoloog worden? Nou, omdat ik ook een vrouw ben en ik wil ook vrouwen helpen, dus daarom. Wat voor wereld zou jij kunstenaar willen zijn, Kaya? Nou, in een wereld vol met bomen en water, dus veel natuur.
Ja, groene aarde zonder oorlog, geen oorlog mocht er zijn. In een schone wereld waar mensen goed leven. Er was gewoon een vrolijk land met ook gewoon een mooi bos, een heel groen mooi bos. Alleen maar mooie dieren, net als een hert of een dwergkonijn. Ik wil een wereld waar we heel zuinig zijn, dus waar er misschien wel elektrische vliegende auto's of zo gaat zijn, maar het moet wel zuinig. Ik wil een mooie aarde. En wat doe jij of wat zeg je tegen de mensen als je ziet dat ze het milieu vervuilen? Meestal zeg ik niets omdat ze niet willen luisteren en ze denken hun zijn ouder, dus hun weten wat ze doen. Bijvoorbeeld in de auto rijden, je kan wel tuteren voor die persoon en zeggen hey, gooi het niet op straat. Maar ze luisteren niet echt, dus we moeten iets beters doen zodat iedereen naar ons luistert. En ik ben nog maar een kind, maar ik kan veel meer doen dan dat ze denken. Zeg dat ze niet meer zoveel auto's moeten rijden en niet bomen moeten kappen. Ik zou tegen die meneer zeggen, of die mevrouw. Hallo mevrouw of meneer, kunt u het alstublieft in de prullenbak gooien of in een vuilnisbelt? Weet je wat climate change is? Nee. Niet echt. Ja, ik weet ongeveer wat climate change is. Het is wanneer door de mens wij de wereld vervuilen en daardoor het klimaat verandert. Het heeft ook heel veel effect op onszelf en de natuur. Ik vind het echt vreselijk, want later moeten kinderen die later worden geboren, die moeten ook natuur hebben. Ze moeten dat ook meemaken. Ze moeten ervoor zorgen dat de aarde schoon blijft. En al ben ik oud, de aarde moet er voor altijd bestaan. En voor kleinkinderen, voor mijzelf ook, gaat het ook om de toekomst. Want later weet je niet hoe de aarde eruit gaat zien wanneer je ouder bent. Als de wereld vuil wordt en je kapt bomen af, dan is er geen zuurstof en dan gaat niemand kunnen ademen en daarvoor had je denkt dat iedereen doet. Waarmee zou je die bloem kunnen vergelijken? Met de wereld, want als we de wereld zo konden behandelen als deze mooie bloem, zou de wereld nu heel mooi zijn en we zouden goed leven. Ik denk niet dat wij zonder de aarde kunnen, want ja. Aarde is eigenlijk ons huis waar we wonen. En ik denk wel dat de aarde zonder ons kan, want wij veroorzaken wel een paar problemen in de natuur. Zijn dat veel toch over het beeld en zo, dat het beter wordt? Want ik zou ze beter eten, want ze. Ik ben een gefruit, man. Oh. Dit is zo spannend. Ik heb zo zenuwachtig in mijn benen. I'm still standing. Yeah, 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 yeah. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the lily, I'm the lie, I'm the lily, I'm the lie. Mag ik een banaan hier eten? En hier zijn mensen met mijn bak en een feitje. Dit is zo snel. Je moet goed articuleren. Nou, hij maakt het uit. Dit is het leukste filmpje die er was. En ik hoop als ik op tv kom. De aarde moet er voor altijd bestaan. Daarom is het belangrijk dat jij, ja jij, ook goed ervoor zorgt. Cindy, de oudere zus van Rihanna, woont sinds na haar terugkeer uit het bos in Paramaribo. Haar jongere zusje Rihanna is afgelopen vrijdag begraven in Albina. Volgens een deskundige is het beter dat zij met rust gelaten wordt en de juiste begeleiding krijgt die ze nodig heeft. De twee meisjes Cindy en Rihanna werden sinds 4 maart vermist. Een week later kwam Cindy levend uit het bos terwijl het lichaam van Rihanna in verre staat van ontbinding in het bos van Alfonsdorp werd gevonden. Afgelopen vrijdag werd Rihanna door familie, vrienden en dorpsgenoten begraven. De familie van moederskant wil dat iemand verantwoordelijk gesteld wordt voor de dood van Rihanna. Daarom hebben zij besloten om juridische stappen te nemen. Zij willen gerechtigheid, want dit mag niet ongestraft blijven. Cindy moet voorlopig met rust gelaten worden in een veilige omgeving. Dat was het vanavond. Wel te rusten en tot morgen. Doei!